en nu heb ik 3 kwartier. En dan gaan we een heel stuk rijden. Oké, we zijn er. En nu gaan we een pitstop doen. We gaan weer kapot van jou. Ik heb net Sarah naar school gebracht. Oh, goedemorgen trouwens. Ik vergeet het gewoon helemaal. Ik wilde de vlog net openen. Toen had ik mijn camera in mijn hand. En toen stond Mila voor de deur met de moeder. Toen zijn we samengelopen. Maar in mijn hoofd had ik mijn camera al gepakt. Dus vandaar dat ik denk ik het stukje vlog openen even mis. Dus ze zijn op school, die meiden. En ik ben met Georgia teruggelopen. En nu heb ik 3 kwartier. En dan moet ik mijn broertje gaan ophalen. Dus ik ga even opschieten. En als ik zo in de auto ben, vertel ik even iets meer. Oh, ik zet de camera aan. Ik denk, dit nummer vind ik leuk. Ik ga rijden. Ik ga mijn broertje ophalen. Dan gaan we een heel stuk rijden. Trouwens, eerst tanken. Daar hebben we tijd voor ingerekend. Want dat duurt zo lang in deze auto. En we weten nog steeds niet waarom. Niemand kan het probleem ontdekken. En als je het probleem niet weet, is het zo moeilijk op te lossen. Oh, ik kreeg het dansles. Nog steeds. Zo stom, de ene keer blijft hij op precies die plek heel goed staan en de andere keer niet. Dus ik ga hem ophalen, dan gaan we heel lang tanken. Dan gaan we heel lang rijden. Hij heeft een afspraak en daar breng ik hem heen. Maar dat was even met de auto 10 keer makkelijker, want anders met openbaar vervoer was hij heel lang onderweg. En hij had even vandaag geen andere auto tot zijn beschikking. Plus, als je daar moet parkeren, dan moest je ook weer heel ver. Dat kon daar ook weer volgens mij niet makkelijk. Hou me er niet aan vast. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar goed, ik rijd dus even heen en weer. Eva, ik zit zo'n 3 uur in de auto. Minimaal, denk ik. Mijn moeder haalt Sarah op uit school, want we gaan vanmiddag toch naar mijn ouders toe. Want mijn vader is jarig vandaag. En dat laat mij me ook altijd een beetje oud voelen. Want ten eerste wordt mijn vader ouder. En tweede betekent dat ik ook bijna jarig ben. Want altijd mijn vaders verjaardag betekent van, oh wacht, jij bent echt weer aan de beurt bijna. Dus, en nu ga ik mijn liedje hard zetten en heel hard meezingen. Oké, we zijn er. Hij is naar binnen. Het zou zo klaar moeten zijn in principe. Dus ik sta te wachten. Volgens mij kan ik hier wel wachten. Ik sta niemand in de weg, maar ik weet niet of het mag. Dus ik hoop dat ik niet weggestuurd word zo. En dat hij zo klaar is. En dan kunnen we terug. Het is wel mooi hier. Maar het regent. Dus ik zit in de auto, een beetje jammer. Even naar de wc. Heel boeiend. Too much information, sorry. Oh, het was even droog. Ik ga naar buiten. Het begint weer te regenen, maar kijk. Het is echt leuk hier. Leuke haven. We zijn al bijna thuis. We hebben echt heel veel gereden. En nu gaan we een pitstop doen. We gaan bij de Mac. Want we hebben zo'n honger allebei. Nou, het is ook wel echt zwaar voorbij lunchtijd trouwens. Dus we moeten even eten halen. Trouwens even neerzetten. Met het schermpje uit. Moet net lukken. Zo, ik schrik van jou. Nee, hij beweegt dat, maar hij valt er niet af. Dat weet ik dan wel. Zo, ik schrik me kapot van jou. Oh, en jij denkt hij valt. Ja. Ik weet dat hij dat dan net weer niet doet. Je moet de camera niet zo bewegen. Opa, je hoort hem juist te bewegen. Nee, een beetje. Zeg eens hallo, ik ben de opa van Sarah. Dag. Dag Sarah.
Nee, dan zeg je hallo mensen. Dit is de vlog, opa. Wat moet ik zeggen? Hallo mensen, hallo. Ik ben ik. Hallo mensen, hier ben ik. Ik ben de opa van Sarah. Ik ben de opa van Sarah. In het echt, Sophie. Maar jij mag me Sarah blijven noemen. Mag ik je Sarah blijven noemen? Ja, maar in het echt heet ik nu Sophie. Dat is toch heel bijzonder, hè? Ja. Ik mag Sarah blijven zeggen. Ja. Ja. Maar laten we even door. Moet ik niet mevrouw zeggen tegen je? Nee. Ik besef me net dat ik volgens mij heel de avond niet meer gevlogd heb. Nadat we thuis zijn gekomen. Maar ik ben gelijk gaan editen. Film gekeken. Aan de telefoon gezeten. Het is eigenlijk zo bezig geweest. Ik zat net nog aan de telefoon terwijl ik me aan het klaarmaken was. Dan zag je ze doen. Dus ik wil de vlog snel even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen. Doei doei!